Penselen schoonmaken. Je kunt tijdens het werken met Cobra je penselen schoonmaken. Dit kan eenvoudig door ze uit te spoelen in een waterpot. Na het schilderen moeten je penselen beter schoon zijn. Het is het beste om er eerst zoveel mogelijk verf uit te halen met een doek. Dan spoel je je penseel om in water, zodat er bijna geen verf meer in zit. Zo zorg je ervoor dat er zo min mogelijk verf door de gootsteen gaat. Dan gebruik je zeep en water. Niet te sterke zeep, dan droog je de haren te veel uit. Een zachte, groene zeep is het beste. Hier gebruiken we de Cobra zeep. Laat je penselen altijd liggend drogen. Zo blijft de vorm van de haren mooi in model en zakt er geen water in de bus van het penseel. Wat je met je afval van het schilderen doet, kan je in het filmpje Afval bekijken.